Bij de organisatie van de Zilveren Bal krijgen we vaak de vraag, waarom heet het nou eigenlijk de Zilveren Bal? Dat doet eigenlijk denken aan voetbal of kaatsen of iets dergelijks en eigenlijk niet aan schaatsen. Om erachter te komen waarom het nou eigenlijk de Zilveren Bal heet, gaan we vandaag op pad met Jan Ikeman. Jan! Hey, hey Karsten! Leuk dat je er bent. Hey. Kun je ons vertellen wat de Zilveren Bal eigenlijk is? Nou, de Zilveren Bal dat is ten eerste een wedstrijd die 15 maart verreden wordt. Een korte baanwedstrijd over 100 meter die 15 maart verreden wordt in Leeuwarden. Een spektakel, zeg maar. De allerkortste afstand die er bestaat bij de ISU. En dat is eigenlijk de naam Zilveren Bal is weer een knipoog naar de Gouden Bal. En dat is weer een wedstrijd, een 140 meter wedstrijd voor dames, die hier vroeger achter ons, hier op de Noordersingel, werd gereden. Die werd georganiseerd door een kroegbaas. Toen had je nog geen KNSB, dan had je nog geen ijsverenigingen. Dan had je op een gegeven moment kroegbazen. Die dachten van, hey, als er nou veel mensen in de stad komen, dan ga ik een wedstrijd organiseren. En dan komen er heel veel mensen op af en die gaan wat drinken. En dan kan ik er mooie prijzen aan verloten of aan geven. En zo ging dat vroeger. Dus we gaan een geschiedenis, een traditie uit Leeuwarden, uit de 18e eeuw, gaan we nu naar de Elfstedenhal brengen. Met in een modern jasje, zeg maar. Ja, in een heel modern jasje. Want kijk, wat er hier 200 jaar geleden gebeurde. Met fakkellampen en koud. Nee, dat is nu allemaal anders. Dat is in een overdekte hal. Daar hangen weet ik veel hoeveel lampen aan het plafond. Er is een discjockey aanwezig. En er zijn allemaal mensen die dat gewoon aan alle kanten geweldig begeleiden. En wat je daar ziet is gewoon drie hele snelle schaatsers in de baan. En die gaan als een idioot zo hard om aan het eind te komen. Ja. Zullen we een kijkje gaan nemen in de Elfstedenhal? Ja, laten we dat maar gaan doen. Hey Jan, net waren we buiten bij de Prinsentuin. Nu hier in de Elfstedenhal vinden we deze muurschildering, zeg maar. We zien hier de Oldenhoven. Kun je hier iets over vertellen, wat we hier zien? Ja, ik zie hier eigenlijk gelijk al dat het op de Westersingel is. De Oldenhoven heb ik aan de rechterkant. Nou, dit is dus een schilderij van 200 jaar geleden. Dit is gemaakt in 1803. Je ziet hier ook dat het de rijke mensen die schaatsen zelf op de baan. Mensen die geen geld hadden, die stonden aan de kant. Die moesten hier ook voor betalen om op de baan te schaatsen. En dan heb je vlak bij de schaatsenrijders. Nou, hier zie je mooi van wat voor kleding de mensen die tijd aan hadden. Gaan we nou achter de deur, even een stukje verder. Dan zie je hier de dames die schaatsten. Nou, hier zie je eigenlijk al, ik kan eigenlijk nu al vertellen dat dit niet de winnaars zijn die hier schaatsen. Want in die tijd, 1800, dan gingen de dames, die hadden ook wel door. De aerodynamica, dat woord hadden ze er nooit van gehoord. Maar ze hadden wel door dat als je in een rok schaatste, en hoe harder je ging, dan ging die rok, die plooide zo op, zeg maar. Dat ging niet hard. Dus dan gingen die rokken, die gingen omhoog. En dat vonden de mensen aan de kant, vonden dat natuurlijk geweldig. De hele goeie, die deed die rok uit, die dingen gaan gewoon in ondergoed. En dus in 1800... ik wil het niet vergelijken met een piepshow, maar het heeft wel een beetje hetzelfde effect. Dan kwamen ze van heinde en ver kwamen ze naar Leeuwarden toe om naar die dames te kijken. Dat waren jonge meiden, zeg maar. Dus deze wedstrijd in 1805 of zo, daar deden er meer dan 140 dames mee. Dus 140 dames, ja, dan bleven die mannen zwart van de mensen. Dus zo is het schaatsenrijden natuurlijk op een hele andere manier wel in de publiciteit gekomen. Op 15 maart, dan moet je je voorstellen, dan is het buiten donker. Dan hangen hier heel veel lampen hier aan het plafond. Daar zijn ze 2 dagen mee bezig om het allemaal op te hangen. Dan heb je aan de binnenkant heb je tribunes. En aan de buitenkant heb je tribunes. En dan wordt er gewoon gestreden, zeg maar. Ja, 15 maart moet je er gewoon bij wezen. De dag van het stemmen. Hè? 'S morgens even stemmen. Nou, vergeet alles wat je bent, links, rechts. Hier gaat alles rechtdoor. 100 meter, keihard schaatsen. Ik voorspel een eindtijd bij de dames die ligt bij de 10, 3, 10, 4. En bij de heren die zo rond de 9, 5. Dus kom 15 maart naar de Elfstedenhal.